We hebben een nieuw college. En het nieuwe college staat voor u klaar om goede dingen te doen voor de stad. En zelf ga ik me natuurlijk nog meer bezighouden met de veiligheid. Het gaat al goed, we zijn veiliger geworden, maar we zijn nog niet veilig genoeg. En daarnaast mag ik verder me inzetten voor de samenwerking in de regio en ook met het buitenland om ons heen. Ik ga voor een open en onbegrensde stad. Een stad waar iedereen meedenkt en meedoet. Waar volop ruimte is voor eigen initiatief. Daarom experimenteren we in verschillende wijken met de burgerbegroting. Waardoor inwoners rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun eigen leefomgeving. Ook verstevigen we de samenwerking met onze partners in de regio en EU-regio. Samen stellen we een uitvoeringsagenda op. Zo verstevigen we de Maastrichtse economie en de ontwikkeling van Maastricht tot internationale kennisstad. Ik ga voor een stad met een mooi en rijk cultureel aanbod. Hier op het Vrijthof bijvoorbeeld. Achter mij religieuze cultuur, het theater, het museum, het Hermenieke en de terrassen waar de Maastrichtenaar kan genieten van de levenskunst, ons savoir-vivre. Maar wat als je daar nou niet aan kunt meedoen? Als je tijdelijk geen werk hebt of als je financieel niet zo breed hebt? Ook daar gaan we de komende jaren hard aan werken. Maastricht voor alle Maastrichtenaren en die allemaal moeten kunnen meedoen. Ik ga me inzetten voor een klimaatneutraal Maastricht in 2030. Een groene stad waarin meer ruimte is voor voetgangers, fietsers, ontmoeting en spelende kinderen. Een stad waarin oud en nieuw Maastricht samenkomt en waarin bewoners en bezoekers zich thuis voelen. Ik ga voor een aantrekkelijke stad. En onderwijs vormt daar een hele belangrijke speel in. Van peuter tot student wil ik zorgen voor het beste onderwijs in Maastricht. Zodat jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat is niet altijd voor iedereen weggelegd. En daarom moeten we ook zorgen voor een goede en toegankelijke jeugdzorg. En tenslotte, sport en bewegen is belangrijk. Daar kunnen we met z'n allen nog wat aan doen. Ook daar ga ik mij sterk voor maken. Ik ga voor een financieel stabiele stad. Want goede financiën betekent dat je al de goede dingen die we als stad willen doen ook kunt waarmaken. Verder voor een mooie stad, een mooie toeristische stad. Met congressen, met toeristen, met mooie terrassen en horeca. Want dat is natuurlijk voor de economie enorm van belang. En natuurlijk ook voor een schone stad, een mooie stad die kwaliteit uitstraalt. En natuurlijk ga ik ook voor een mooie stad waarin je ook in de openbare ruimte ziet welke kwaliteit Maastricht heeft. Ik geloof in solidariteit, diversiteit en tolerantie. Dat we moeten kijken naar wat mensen wel kunnen. Naar hun talenten en hun mogelijkheden. Daarom wil ik me als wethouder inzetten voor zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoeften van alle Maastrichtenaren. En ook wil ik me inzetten voor een toegankelijke stad, ook voor mensen met een beperking. Een sociaal Maastricht waar iedereen mee moet kunnen doen. Dat is ons doel. Ik zorg ervoor dat de ambtelijke organisatie het stadsbestuur perfect ondersteunt en dat de dienstverlening aan de burgers en de bedrijven helemaal op orde is.